niet mee hoor. Als iedereen dat doet, Peter, dan komt er geen bij. Maar dat staat nergens, je moet een goed voorbeeld geven. Ja, als er nog geen. We gaan straks in verschillende vakken gaan we plaatsnemen en dat gaan we doen als ik ze één voor één roep. En nou ja, dat gaat het zichzelf wijzigen. Er zijn verschillende mensen in de zaal. Gaan we nu verder naar het vak 600, 700. Goedemiddag Jeroen. Hoi. Hoi. Zeg, nou ken ik jou eigenlijk vooral uit de straat en uit de politiek. Ja. Maar jij bent ook zeer betrokken bij de Middelburgse tafeltennis. Ja, bij tafeltennis ben ik al veel langer betrokken inderdaad. Wat is precies jouw rol dan? Ja, ik ben als klein jongetje opgegroeid bij TTV Het Zand destijds. En nou ja, nog steeds betrokken bij de vereniging. Het heet inmiddels Middelburg na visie, maar nog steeds heel erg betrokken dus. Precies het programma voor het weekend, want jullie zijn al begonnen. Nou, het is de vijfde editie van het Open Zeeuwse en elk jaar proberen we eigenlijk wel weer iets leuks te verzinnen, zodat dat publiciteit en mensen oplevert. Nou ja, je bent er, dus ook wij zijn de stad is geïnteresseerd blijkbaar. Ja, ja, ja. En vandaag is er een toptoernooi, dus er staan 16 topspelers staan hier achter mij vandaag een toernooi af te werken. Dat is bijvoorbeeld de nummer 50 van de wereld, een Belg, dus dat is gewoon een echt hoog niveau. Maar daarnaast proberen we ook jeugd binnen te krijgen en dat doen we niet met een Belg die goed kan tafeltennissen, maar dat proberen we te doen door een Guinness Book of Record poging te houden. En we gaan straks proberen met zoveel mogelijk mensen hoog te houden, een beetje balletje en de recordpoging is om dat door de 300 mensen te doen tegelijkertijd. Wat is het huidige record dan? Weet ja, ik geloof 343, dus of we dat helemaal gaan halen weet ik niet, maken we in ieder geval een Zeeuwsrecord ervan. En morgen overdag is er ook nog een evenement, ja, toch? Ja, ja, morgen is het de drukste dag eigenlijk, want dan doen de senioren spelen hun toernooi. En dan is deze zaal en die zaal hiernaast, je hebt net even gekeken, 50 tafels in totaal. Okay. Er zijn 150 mensen bijna tegelijkertijd bezig, dus het is echt een krioelen van tafeltennis en mensen morgen inderdaad. En Peter Boon, als wij natuurlijk bij de tafeltennis in Middelburg gaan kijken, dan kunnen we echt niet om jou heen natuurlijk. Maar volgens mij, of misschien overdrijf ik wel, maar ben jij wel de legende van de Middelburgse tafeltennis, of overdrijf ik dan? Ik weet niet, dat vind ik altijd lastig om te zeggen. Ja, maar hoe lang ben jij al betrokken bij de Middelburgse tafeltennis? Want ik ben bij de oprichting begonnen. Ja, precies. Dat is 1968. 1968, en ja. Ik ben al trainer vanaf 1973. Ja, dat is echt ontzettend lang. Dan was ik 2 jaar oud, joh. Ja. Maar je hebt nu, nog niet zo heel lang geleden, heb je ook eigenlijk afscheid genomen van je vaste taken. Ja. Je hebt natuurlijk inderdaad heel lang ben je trainer geweest, ja. Je bent nationaal coach geweest, ja. Van alles en nog wat. Maar was je het beu of heb je gewoon een leeftijd bereikt dat je denkt van nou het moet gewoon eens wat minder? Ik ben wel iemand die makkelijk kan stoppen en ik beelde van mijn vaste verplichting af en nu geef ik adviezen. En alleen voor de bond doe ik nog wat, 2 vaste werkzaamheden, opleidingen, 1 hoogste niveau van de trainers. En het andere is de Eredivisie competitie management, zeg maar. Dus ik ben Eredivisie competitie manager. Okay. Maar het viel me er net ook op, en dan was het een beetje hectisch in verband met die recordpoging. Maar werkelijk iedereen schiet jou aan met, de ene heeft het over een blessure, de ander die zoekt een sleutel van iets, weer een ander. Jij bent het aanspreekpunt zo'n beetje. Dat is wel het nadeel natuurlijk van het feit, ik heb een enorm netwerk en dat is hartstikke leuk aan de ene kant. Maar het is leuker om dat netwerk, bijvoorbeeld gisteren zit ik in de kroeg in 77 en dan zie ik ineens 2 jongens van tafel en die komen, hey Peter, dat ze, ja, lopen lekker arrogant langs en dan zitten we nog even een biertje te drinken. Ja, en dat ja. Ontstaat dan spontaan, omdat ik die dat toevallig zie. En dan kan ik kan ook rustig mijn krantje zitten lezen. Ja. En ja, hier is het voor mij eigenlijk zo'n toernooi, ik zie weinig tafeltennis. Ja, ja, maar het is wel een leuke. Want je bent eigenlijk nu ook bij de organisatie betrokken? Nee, ik geef advies aan de organisatie op bepaalde gebieden. Ja. Ja. En wat ik dan ook wel nog interessant vind is van, als je dan zo lang betrokken bent, heb jij nou heel veel zien veranderen? Want ik begreep dat er nu ongeveer 150 leden zijn. Is dat ooit veel meer geweest of minder? Of? Ja, dat is in de toptijd, zeg maar even, heeft Zand zijn 200ste lid hier binnengehaald. Ja, ja. Maar toen was Middelburg-Zuid er ook nog. Dus in feite
dat, ik denk dat het inherent aan de sport is. Dat is zeker in een kleine sport als staaftennis waarin dingen heel nauw luisteren. Denk maar even aan maatwerk. Ik heb met heel veel spelers contact, maar je hebt met ieder ander contact. Ja. Dat zie ik hier ook hier, hoe je met mensen omgaat. Dat is niet iedereen gegeven. Plus dat maakt het ook lastig om er een geheel van te maken. Ja. Maar je kijkt al met al kijk jij terug op heel veel mooie jaren hier. En je bent nog steeds blij en nog steeds betrokken. Sla je zelf af en toe ook nog wel eens een balletje of ben je daar helemaal klaar mee? Ik tennis recreatief. Ja, precies. En, ik moet eerlijk zeggen, als ik nou ging tafelzinnen, daardoor ben ik ook gestopt. Omdat iedereen mij kritisch ging bekijken. Ja. Want ik was niet de ideale persoon achter de tafel, ook qua gedrag. Nee. Ik was niet altijd zo... Nee, maar... Ik kan namelijk heel slecht tegen mijn verlies. Oh, is dat zo, ja? Ja. Ook bij zo'n gewone spelletjes, hoor. Dat kan ook wel eens een goede eigenschap zijn, maar het is maar een spelletje. Zou je dan zei eens, pupillen van mij, zei op een gegeven moment van Peter. Tegen ons zeg je altijd dat je netjes moet gedragen. En jij... Sta je dan echt te tieren? Nou, zelfs op een tennisbaan, sta ik nog met een van de jongere gasten, dan staan we even lekker een potje te spelen. Nou, dan hoor je mij gewoon op de tennisbaan, weet je wel, van ja. Als het niet goed gaat, maar dat geeft het. Ja. Nou, hartelijk dank voor je toelichting en succes met alle dingen die je de komende tijd gaat doen. Ja, oké, dankjewel. Okay.